Ja, vandaag was een interessante dag. Toen we vertrokken vanochtend zeiden we, oké, als we in ieder geval een punt, misschien zelfs er 2, misschien wel 3 kunnen halen. Dat is een van de belangrijkste dingen. Zoals mensen hebben gezien, we hadden een hele slechte start. Maar ook mensen die echt hebben gekeken, konden zien dat een van onze primaries vlak voor de start explodeerde. Dus ja, we konden gewoon niet makkelijk manoeuvreren. Geen echt excuus, maar we hebben gewoon een waanzinnige goede comeback gehad. Downwind ging goed en dan het laatste kruisrak hebben we heel lekker gevaren. En dan betreffen we morgen. We hebben een downwind start met ongeveer 150 mijl. En dan krijgen we een grote transitie met windkracht 7, 8 op de neus door Gibraltar. Dus dat wordt even pijn lijden voor een kort ogenblik. Want aan de andere kant, zo gauw we door het gaatje heen zijn, wordt er minder wind. En dan zal het allemaal weer wat relaxter gaan worden.